Le temps est arrivé pour tester et montrer l'outil qu'on a créé qui s'appelle Agato. Et voilà, on va aller au musée, c'est la meilleure façon de l'utiliser. Et on va rencontrer Linda Bulus, qui est la conservatrice de l'art folklore au musée d'art et histoire. On y va ? Hey, dag Linda. Dank je, welkom. Kom maar binnen, ja. We zijn in de reserve van de Europese etnologie. We hebben heel wat mixed media. Jullie wisten al dat wij heel veel stangpoppen hebben. En binnenkort vertrekt er eentje naar een tentoonstelling. En ik zou graag weten op wat we allemaal moeten letten. Oké, okay. Zullen we eens kijken. Het is een hele mooie dame. Afkomstig uit Bergen. En zoals jullie zien, ja, hebben we eigenlijk wel heel wat materialen, hout, textiel, pareltjes. Dat is fantastisch, we gaan u kunnen helpen. We zijn al een paar jaar bezig met het ontwikkelen van een online tool. En elke kan u die tool tonen op de computer. We hebben speciaal voor mixed media een tool ontwikkeld die Agato heet, waarin zulke objecten met een foto kunnen geüpload worden. En uiteindelijk krijg je dan een overzicht van alle mogelijke risico's die dit object ondervindt in een bepaalde omgeving. Ah, goed. We gaan starten met een foto te nemen en die foto kan je heel eenvoudig uploaden in de tool. En vervolgens mag je een naam geven voor dit object. Dame uit Bergen, stangpop, dame uit Bergen. En dan moet je als eerste stap vervolgens alle materialen gaan identificeren die je kan vinden op jouw object. Die zitten in rollijstjes verstopt, dus, en die worden, als het kan, gerangschikt naar belangrijkheid. Dus voor jouw mooie pop, wat zou jij oordelen dat het belangrijkste is? Als het belangrijkste element, we zullen misschien beginnen met het hout. Met het hout, dan duid je uit het rollijstje hout aan. Dan hebben we textiel. Het textiel. Er is ook glas. Ik zie de pareltjes. Inderdaad, de mooie pareltjes. Ook de versiering op de hoed. We hebben metaal, ijzer. Metaal, ja, inderdaad. En dan kan dat bewaard worden om verder te gaan. En in een volgende stap gaan we ook nog kijken welke materialen met elkaar gecombineerd zijn. Wat raakt er aan elkaar? Omdat sommige materialen elkaar negatief kunnen beïnvloeden. Dus we gaan die combinaties meenemen en ook aanduiden. Voor dit object zie ik dat er hier textiel en het hout elkaar aanraken. Ja, er is metaal en textiel, metaal en hout. Wat we ook meenemen in heel het proces is de toestand waarin de materialen zich bevinden. Omdat hoe fragieler of hoe meer aangetast een materiaal is, hoe fragieler het gaat zijn. Het hout, dat is nog in goede staat. Het textiel is redelijk. Ja, dat is het minste, denk ik. Dat is in het minst goede staat. Dat zal ik in slechte staat aangeven. Zo. Dan gaan we even overlopen aan welke omgevingsfactoren dit mooi object gaat blootgesteld worden eens het in de tentoonstelling zit. Ja. Dat gebeurt aan de hand van 18 vraagjes. Okay. Elk te beantwoorden met ja, nee. Is er blootstelling? Geven we ja aan. Is er zeker bescherming tegen die factor? Dan duiden we nee aan. Okay. Zou het schokken kunnen krijgen? Zou er iets op kunnen vallen? Zou er trillingen kunnen aan te pas komen? Zouden er fysieke krachten kunnen op inwerken? Tijdens transport, dus met een bruikleen, tijdens transport kan dat natuurlijk wel voorvallen. Hoe zit het met de brandbeveiliging? Zou er vuur kunnen ontstaan of brand kunnen ontstaan in de omgeving van het object? Een brandbeveiliging is in orde. Dus ja, ik denk dat daar toch weinig risico is. De tool vraagt je om zeker dat risico heel goed te overwegen. Maar als je zeker bent, mag je aanduiden dat het niet blootgesteld wordt. Wordt het blootgesteld aan licht? Komt er een spot op te staan of is er een raam in de buurt? Ik heb aangegeven 50 lux maximum, maar de ervaring leert dat het soms toch in tentoonstellingsruimtes niet altijd even makkelijk is. Zo'n object moet wel mooi belicht worden, dus het kan wel zijn dat dat toch wel iets hoger is dan toegelaten. In dat geval is het heel simpel, dan duiden wij ja aan. Er zal waarschijnlijk blootstelling zijn aan licht in de toekomst.
Zouden er insectaantastingen kunnen komen? Normaal gezien niet. In facility report las ik dat ze toch daar heel omzichtig mee omspringen, heel voorzichtig in zijn. Het is ook in een gesloten kast. Dus dat weinig kans. Ja, onwaarschijnlijk. Is het, zou het blootgesteld kunnen zijn aan hoge temperaturen, lage temperaturen of temperatuurschokken in het verleden, dit object? Ja, in het verleden moet dat wel zeker gebeurd zijn. Als je ziet, ja, zo'n stangpop heeft ooit in een marionettentheater echt dienst gedaan. Dus ik kan echt mij wel inbeelden dat die van zeer warm naar zeer koud is gegaan. Dat was de laatste van 18 vragen. Dan krijgen we nu een overzicht van alle environmental hazards, mm-hmm, waaraan dit object zou worden blootgesteld in de tentoonstelling. En hier zien we dat er een blootstelling is aan licht, in het verleden een blootstelling aan hogere of lagere temperaturen en relatieve vochtigheid, en dat er eventueel onderdeeltjes zouden kunnen, ja, loskomen en misschien verloren raken. Dat is wat wij hebben aangeduid. Dan gaan we nu kijken welke risico's aangegeven worden als het meest belangrijk voor dit object in de gegeven omstandigheden. Hier zie je een risico dat toch redelijk hoog is als hout zou worden blootgesteld aan licht, UV en infraroodstraling. Dan zou bijvoorbeeld de kleur van het hout kunnen veranderen en dat is een onherroepelijke schade die dan optreedt. We hebben altijd de impact van het risico beschreven, wat gebeurt er met jouw materiaal, maar dan hebben we er ook 4 stappen bij gezet om die schade te gaan vermijden. Oké, Linda, wat vind je nu van Agato? Ja, echt fijn, handig. Dank u Elke voor de uitleg. Nu weet ik op wat ik moet letten op de tentoonstelling. En misschien kan ik het nog in andere gevallen gebruiken. Ja, we hebben het u nu getoond, Elke heeft het u getoond, maar je kunt het object, dus wat we nu gedaan hebben, dupliceren, de foto hergebruiken en dan beantwoord je de 18 vragen over de omgevingsfactoren, misschien aan de hand van wat de situatie hier is. En dan gaat je op het einde natuurlijk een opleisting krijgen van mogelijk andere risico's, want hier is het een andere situatie, een andere context. Ook opnieuw met aanbevelingen, wat dat je er kunt aan doen of waar je moet op letten om die dingen allemaal te vermijden. Oh, oké, ik ga het zeker gebruiken. De tool is vanaf nu gratis beschikbaar voor collectiebeheerders zoals jij, Linda, voor die mixed media objecten beheren. En alle erfgoedprofessionals kunnen hem vinden op agato.kikirpa.be.